Ja, Tom, ik zie een glimlach. Ik zie heel veel lachende gezichten. Het is bijna carnaval hier. Nou, dat zijn jouw woorden. Carnaval is het niet, maar... Nee, het was een lekkere uitslag. En helemaal mooi als je kijkt wat er op de andere velden ook gebeurt. Is dat geeft wel wat blijdschap inderdaad, ja. Moet ik wel eerlijk toegeven. Jullie gaan als vierde de winterstop in en dan een paar weken later, het is echt net één dag februari, staan jullie er gewoon heel goed voor. Jullie zijn eigenlijk los. Nou, het is nog heel ver weg, maar wat ik zeg, kijk, die andere uitslagen, dat doet natuurlijk wel goed. Maar goed, je moet het niet groter maken dan het is. Het is nog een lange weg te gaan. Hoe heb je deze wedstrijd beleefd? Een rimpeloze overwinning, hè? Ja, klopt. Was niet, niet heel veel aan de hand, denk ik. Misschien een paar kleine kansjes wat ze hadden. Maar ik denk dat wij voor het overgrote deel van de wedstrijd de touwtje in handen hadden. Je mag weer aanleggen vanaf 11 meter. En dan blijkt maar weer dat Tom Boeren op dat vlak een fenomeen is. Nou, dat zijn nogmaals jouw woorden, maar... Wat zijn jouw woorden dan? Want je schiet ze toch altijd feilloos binnen? Ja, nee, ik probeer ze gewoon goed binnen te schieten. En ik train er ook af en toe op. En op het moment dat die komt, moet je er staan. En dat lukte vandaag. Voor de rest had ik ook de indruk dat je echt wilde laten zien. Je was aan het sleuren, de hoek aan het induiken. Er kwamen wat voorzitten. Ja, net geen assist, bijvoorbeeld op Aitor. Maar het was een goede wedstrijd, toch? Ja, ging wel lekker. Vorige week ging het ook best behoorlijk, moet ik zeggen. Ook samen met Jari voorin. Gewoon, het gevoel is wel goed en we werken hard met z'n allen. En, vandaag liep het ook wel lekker. En behoud je dan dat je naar de kant moet? Nee, ik had het wel verwacht. Ik heb wat kleine klachtjes. En dat is voor mij wel goed. Hoe heb je deze week beleefd? Eigenlijk zoals elke andere week. Ik bedoel, voor mij was het... Liet ik me niet zo gek maken. Ik bedoel, in de media werd van alles gezegd en geschreven en gedaan. Maar voor mij was de focus gewoon op vandaag. Is er geen belletje geweest vanuit Turkije? Nee. Nou moet je toch lachen? Nee, ja, omdat er zoveel onzin wordt... Wat is er waar dan van het verhaal rondom Turkije? Want ik begreep toch wel dat er in ieder geval heel dun contact is geweest. Ik heb serieus niks gehoord. Nee, echt niet. Oké. Okay. Hoe heb je dan de komst van Friday ervaren? Nou ja, je hoort ook hier en daar hoor je geluiden dat er een spits bij komt. Dat is Friday geworden. Dat voelde je al wel een beetje aankomen, denk ik. Maar goed, het is alleen maar goed, denk ik. We willen dit jaar iets bereiken. Daar hebben we iedereen hard bij nodig. En hij kan zijn kwaliteit laten zien. Jij kunt de politiek in, want dat is toch wel een diplomatiek antwoord. Ik kan me ook voorstellen dat je baalt, want uiteindelijk je schiet er vanavond ook gewoon weer eentje in. Vorige week scoor je. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt van... Nee, kijk, tuurlijk, aan de ene kant baal je ervan. Maar aan de andere kant is het ook goed omdat je concurrentie nodig hebt om uiteindelijk dat te bereiken wat je wil bereiken. En we willen met Twente willen wij terug naar Eredivisie. En als hij daar een steentje kan bijdragen, dan is dat goed. Ik zal moeten vechten voor mijn plekje, maar hij zal dat ook moeten doen. En zo ga ik de volgende periode ga ik in. Je hebt in ieder geval duidelijk gemaakt dat Tom Boeren zeker een plekje verdient. Nou, dat probeer ik iedere week.